Janine, over de make-up. Wat zullen velen blij zijn dat je hier bent, want jij geeft ons de laatste tips, de goede tips voor een goede kerstmake-up. Ja, klopt. Wat is het geheim? Nou, tijdens de feestdagen heb je het al lekker druk met koken, ja, et cetera. Dus je wil het simpel houden, maar toch groot effect. Nou, dan is het gewoon nog steeds de klassiek rode lippenstift die het hem doet. En rondom de ogen een beetje een metallic eyeliner. Oeh, gevaarlijk. Dus door alleen de eyeliner te gebruiken, valt het weer mooi natuurlijk weg, waardoor het niet te heftig is. Okay. En bij Ineke heb ik dan de kleur paars gebruikt. Dus dat past weer heel mooi bij haar groene ogen. Maar wat moet je dan voor kleur gebruiken als je blauwe ogen hebt? Bruin. En wat voor kleur moet je gebruiken als je bruine ogen hebt? Nou, dan kan eigenlijk alles. Nou, dus jij kan alles hebben. Ja. Fantastisch. Janine, ik weet zeker dat iedereen dankzij jouw tips een beautiful kerstdiner heeft. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Double Beauty.